ben hier als klein jochie. Een paar keer per jaar kwam ik hier naartoe met vrienden. Want ik woonde in Epen en moest altijd maar een beetje vervoer regelen om hier naartoe te komen. Ja, dan sta je op de tribune en dan voel je wat voor soort club Go Ahead Eagles is. En dat is echt een volksclub. En ja, daardoor, door de sfeer, gaat je hart gewoon wat sneller kloppen. En dat is iets wat uiteindelijk altijd bij me is bijgebleven. En, ja, volgens mij kun je in je leven maar voor één club uiteindelijk supporter zijn. En dat was voor mij Go Ahead Eagles op dat moment. En, ik heb hier mogen voetballen en nu ben ik hier hoofdtrainer. En ja, dat is uiteindelijk een jongensdroom die uiteindelijk voor me uitkomt. Ik ga eerst proberen het seizoen zo goed mogelijk af te maken. Dat lijkt me logisch. Ik heb een hele mooie periode gehad bij Heracles Almelo. Waarbij we heel veel mooie dingen hebben bereikt met elkaar. Op het moment als dat eindig is, dan ga ik hier aan de slag. En dan hoop ik gewoon op een hele mooie samenwerking. Dat we mensen heel veel plezier kunnen geven ook met attractief voetbal. En uiteindelijk ook, want dat draait het uiteindelijk om, ook om winnen. Om uiteindelijk iets met elkaar te bereiken, een prijs pakken. En, dat zou ik heel erg mooi vinden als we dat met elkaar samen, want dat is belangrijk denk ik, samen word je sterk om dat met elkaar te bewerkstelligen. Klaar?